Nou, als je dus het hebt over een ernstige besmetting van de bloedluizen, dan zie je als het ware de kippen die lopen wat gestrest rond. Vaak is de bevedering al heel duidelijk minder, dus dat dieren door de stress meer aan elkaar gaan zitten pikken. Je ziet heel veel sporen van luizen en van eitjes. Kun je precies zien waar de kippen het meeste zitten s'nachts, daar zie je ook het meeste sporen. Je merkt het ook aan je eigen, op het moment dat er heel veel luizen zitten en ze vinden jouw bloed ook aantrekkelijk, word je meteen aangevallen. Dat geeft jeuk, irritatie en een vervelend gevoel. Als je praat dus voor de kip zelf, wat die mee te maken heeft met zo'n besmetting is er eigenlijk een heel mooi vergelijk. Als je dus eigenlijk ziet dat je een 100 tot 150 muggen op je slaapkamer zal hebben, nou, dan heb ik een hele onrustige nacht. En aangezien bij een behoorlijke besmetting de kip ongeveer 10.000 tot 15.000 keer aangevallen kan worden in de nacht, is dat nog 100 keer erger als wij dus een hele nacht slapen met 150 muggen. Dus dan heb ik geen beste nachtrust. Je ziet een stuk onrust in je stal en je ziet dus verzwakte dieren die veel te bleek zijn in de kamp. Je kunt je wel voorstellen, want als je zelf nachten achtereen niet slaapt, dan heb je ook het gevoel dat je de dag niet meer aan kunt. En zulke kippen, je ziet het er gewoon uit, straalt er vanaf dat het, ze krijgen een gebrek. En de bleke kam komt vooral door het bloedgebrek wat ze krijgen, want ze worden eigenlijk gewoon leeggezogen. Als het ernstig wordt, dan komen er allerlei ziektes door het sterk verminderen van de weerstand van de kip. Coli is daar eigenlijk de ernstigste van, maar er zijn nog veel meer soorten ziekten die eigenlijk wel voor 60-70% veroorzaakt worden door de bloedluis. Ja, wat we eraan kunnen doen aan deze situatie is eigenlijk veel te weinig, want de middelen ontbreken ons. De hele publieke opinie is tegen alle bestrijdingsmiddelen, maar wij kunnen nou eenmaal niet zonder. Maar er is helaas bijna niets meer overgebleven. En het enige wat we nu nog hebben is biologische middelen die kostbaar zijn en zeer kort werken. Dus arbeidstechnisch ook voor ons niet haalbaar zijn eigenlijk. Het plezier gaat op deze manier wel heel snel terug, want het is dweilen met de kraan open. In warme periodes kun je bestrijden wat je wil, maar je blijft de populatie gewoon niet de baas. Want er komen gewoon meer eitjes uit dan dat je luizen kunt bestrijden. En je gaat dus eigenlijk met tegenzin de stal in. En dat, ja, dat doet je als pluimveehouder toch zeer. Want je gaat normaal er tegenaan om goede resultaten te halen. En je bent ook economisch dus eigenlijk aan het terugboeren. De economische schade van een ernstige bloedruisbesmetting hebben wij ongeveer nagetrokken. En in de ernstige gevallen is het 1 tot 1,5 euro per kip. Die je gewoon kwijtraakt. Als je legrennen met en zonder bloedluisbesmetting vergelijkt, dan zie je dat een koppel dat besmet is met bloedluis veel onrustiger is. De beelden die je ziet zijn 's nachts gemaakt, maar ook overdag zien we dat de kippen veel onrustiger zijn. Ze veranderen vaak van houding en gedrag en wat we zien is dat ze veel meer poetsgedrag gaan vertonen en ook krabben aan de kop. En daarnaast laten ze meer mild verenpikken zien. Dat is verenpikgedrag waarmee ze normaal stofdeeltjes uit het verenpak verwijderen. Uiteindelijk kan een bloedluisbesmetting leiden tot een ernstige vorm van verenpikken, waarbij de veren echt worden uitgetrokken en dat kan leiden tot kale kippen. Als de mogelijkheid aanwezig is, dan zullen de kippen overdag ook meer stofbadgedrag gaan vertonen. Nou, wat je soms ziet is dat de kippen in plaats van te gaan rusten op stok, gaan rusten in een strooisel, omdat daar de besmettingsdruk lager is van de bloedluizen. Terwijl kippen normaliter een sterke voorkeur hebben om juist op een hoger gelegen stok te gaan rusten. Een verstoring van de nachtrust, nachtrust is normaal nodig voor een optimaal functioneren van een dier, heeft sterk negatieve gevolgen voor het welzijn, omdat hij niet meer de mogelijkheid heeft om zich 's nachts te herstellen. De nacht is een rustperiode die noodzakelijk is voor het herstel van een dier. Als die nacht is verstoord, doordat de dieren besmettingen hebben met bloedluis, dan zijn ze niet alleen 's nachts veel onrustiger, maar ook overdag. En bij verenpikken is een beschadigend gedrag. Dat leidt, als er ernstig verenpik ontstaat, dan leidt dat tot pijn en uiteindelijk kan het tot verwondingen leiden en zelfs sterfte. Dus het heeft een heel duidelijk negatief effect op het welzijn van een dier. Daarnaast zie je dat door de toenemende tijd die de dieren moeten besteden aan poetsgedrag en krabben en de milde vorm van verenpikken,
dat ze weinig tijd over hebben voor andere essentiële gedragingen, zoals bijvoorbeeld voeropname of rusten. En dat heeft ook duidelijk stress tot gevolg en dus een negatief effect op het welzijn. De schade als gevolg van bloedluis, of beter gezegd de vogelmijt, die zou ik graag in 4 groepen willen benoemen. 1 is de gezondheidsschade voor dieren en voor mensen. Een volgend probleem vind ik als schade de milieuschade die we terugvinden. Vaak ook ter bestrijding van de problematiek van bloedluis. En de 4e groep is natuurlijk de financiële schade die enorm is voor de hele pluimveehouderij. Bloedluisbesmetting komt ontzettend breed voor in de sector. We vinden het in stallen met scharrelkippen, in stallen waar de dieren in kooihuisvesting zitten. Je vindt het evengoed in stallen met vrijlandhuisvesting waar de kippen naar buiten kunnen. Net zoals in de biologische sector waar het ook veel voorkomt. Ja, zelfs is het bekend dat het bij de hobbypluimveehouders ook volop tussen de vogeltjes het pluimvee zit. De financiële schade is voor de sector is in 2004 door ASG becijferd middels een enquête bij pluimveehouders. Toen werd die ingeschat op minimaal rond de 11 miljoen euro per jaar. Waarbij er ook ramingen zijn dat die nog veel hoger zou uitvallen. Maar het bedrag van 11 miljoen euro zal zeker een minimale schade zijn voor de commerciële sector. Daarnaast, en dat is natuurlijk moeilijk in getallen uit te drukken, is er ook nog de schade voor het welzijn van de dieren. Wat op zich alleen al een aandachtspunt is waarvoor we toch zo snel mogelijk moeten kijken als sector welke mogelijkheden qua aanpak op welke terreinen er ook maar te vinden zijn om hier iets aan te doen om het welzijn van mens en dier ook te verbeteren. Ik denk daarom ook dat het erg goed is dat pluimveehouders, en dat gebeurt de laatste jaren al volop, zelf initiatieven ontplooien om te kijken wat er ook maar te doen is aan bloedluisbestrijding. Er gebeurt al veel, helaas zijn er nog geen echte initiatieven bij die langdurige, complete oplossingen bieden. Maar wat er gebeurt, daar moeten we vooral mee doorgaan om met elkaar oplossingen te bedenken. Daarbij zullen we als belangenorganisatie nog steviger inzetten om op korte termijn toch dingen voor elkaar te krijgen. Om een oplossing op de korte en op de lange termijn te vinden die ons allemaal helpt om de problematiek beter onder controle te krijgen.